Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Te gast is Chantal Engelen. Chantal, je bent van Kromkommer. Volgens mij kan jij eigenlijk het beste uitbeelden wat jullie doen aan de attributen die je hebt meegenomen, of niet? Ja, dat klopt. Kromkommer die strijdt eigenlijk voor gelijke rechten van groente en fruit, zoals wij dat noemen. En dat klinkt misschien een beetje grappig, maar het probleem erachter is best wel serieus. Het gaat dus om dit soort groenten, dus die eigenlijk niet mooi genoeg worden gevonden voor het schap. En daar wordt zo'n 10-15% in Nederland, maar ook elders in de wereld van verspild. Gewoon omdat het niet mooi genoeg is. Ja, dat is lekker. Dat is even lekker als... Daar is helemaal niks mis mee. Nee. Het is lekker, het is vers, het is veilig, maar simpelweg om het uiterlijk komt het niet in het schap terecht. En wij zetten ons daarvoor in om te zorgen dat uiteindelijk wel weer in het schap gaat belanden. En daar doen wij allerlei dingen voor om dat voor elkaar te krijgen. Welke dingen doen we? Nou, wij maken er bijvoorbeeld soep van. Dus wij kopen deze groenten rechtstreeks bij telers in. En wij maken er soep van die weer in de winkel te koop is. En daardoor breng je het probleem letterlijk bij mensen thuis in de keuken. Je geeft ze letterlijk een middel om erover te praten. Ja. En ermee kennis te maken. Maar we maken bijvoorbeeld ook speelgoed voor kinderen. Om kinderen op hele jonge leeftijd al te leren dat een wortel twee beentjes kan hebben. En verder doen we veel campagnes. We hebben vorig jaar ook een stukje lobby richting de politiek gedaan. En eigenlijk heel breed. Hey, waarom doe je het breed? Waarom doe je niet alleen de beste soep maken, zeg maar, van producten die eigenlijk gewoon goed zijn? Waarom kiezen jullie voor het hele pakket? Nou, wij willen niet de grootste soepfabrikant van de wereld worden. Wij willen uiteindelijk een probleem oplossen. Ja. En we zoeken eigenlijk iedere keer naar middelen om mensen te prikkelen om daarin mee te doen, om een oplossing daarvoor te creëren. Vandaar eigenlijk dat we allerlei verschillende dingen doen en op verschillende manieren met mensen in aanraking komen. Voor jou, zeg maar, is het product eigenlijk hetzelfde als... Voor jou zijn deze dingen eigenlijk geen verschil. Het zijn allebei middelen om het probleem duidelijk te maken aan een groter publiek. Dat klopt, het zijn echt middelen om tot een oplossing te komen. Ja. Ja. En toen ik me erin zat te verdiepen voor de uitzending, dacht ik, jullie zijn 5 jaar geleden of zo begonnen, volgens mij. Toen was het denk ik ook heel belangrijk en heel erg nodig. Inmiddels heb je gewoon bij de meeste supermarkten, misschien niet de meeste, maar Albert Heijn heeft de buitenbeentjes. Ik koop vaak bij de Landmarkt, waar ze ook wel dit soort dingen gewoon verkopen. Is jullie missie waarom bestaan? Waarom bestaan jullie eigenlijk nog? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als je kijkt wat er de afgelopen 5 jaar gebeurd is, dat het van een onbekend issue is het echt wel een ding geworden. Mede dankzij jullie, laten we ik denk het wel. Een hard campagne voor gevoerd. Ja, we hebben het wel echt op de agenda gezet. En steeds meer mensen weten er ook van en steeds meer mensen zijn ermee bezig. Alleen het probleem is nog niet opgelost. Albert Heijn heeft inderdaad buitenbeentje in het schap liggen, maar de andere supermarkten die doen er eigenlijk nog heel weinig mee. Je ziet nog steeds dat telers een heel groot percentage van hun oogst niet kwijt kunnen. Dus het is nog geen structurele oplossing in het systeem. Het is nog steeds de buitenbeentjes eigenlijk een soort van zijtakje. Dat is voor jullie niet genoeg. Je zegt eigenlijk het is geen buitenbeentje. Het is geen buitenbeentje. Het is gewoon standaard product. Ja, precies. Het is andere wel het buitenbeentje. Ja, de perfecte. Ja, het gaat gewoon om lekker gezonde producten. En dus de benadering, daar moeten we eigenlijk vanaf. Dus dat dit iets bijzonders is, dit is eigenlijk gewoon hetgeen wat in schap zou moeten liggen. Want de natuur die maakt geen eenheidsworst. Ja. Mensen weten dat niet meer. En dat is wat wij willen laten zien. Hoe kom je... laat ik het anders vragen. Waar ontstaat het moment dat jij denkt, hier ga ik een substantieel deel van mijn tijd in steken? En wordt het een bedrijf en... Waar gebeurt dat? Goede vraag. Ik ben eigenlijk, als kind was ik al bezig met, ik wil de wereld redden. Ik was lid van de dierenbescherming en ik schreef brieven naar de minister-president. Want ik snapte gewoon niet dat iedereen zich bezig hield met de economie en zo. Terwijl de wereld er steeds slechter voor stond. Ik snapte dat gewoon niet. Ik begrijp het eerlijk gezegd oprecht nog steeds niet. Nee. En ik was een tijdje aan het zoeken, wat wil ik daar nu mee? En eigenlijk kwam dit probleem op mijn pad. Doordat ik gevraagd werd om mee te doen aan een wedstrijd. En toen dacht ik, dat is wel echt bizar. En niemand weet hiervan. En de oplossing is eigenlijk heel simpel. Ja, en hoe komt het dan dat het een bedrijf wordt? Ja, dat is eigenlijk een beetje gebeurd. Dat was nooit echt de bedoeling. Ik had nooit echt het idee om te zeggen, laat ik een onderneming starten of zo. Meer actievoerder eigenlijk. Ik ben ergens diep in mijn hart ben ik meer activist dan ondernemer. Ja. En de reden dat wij uiteindelijk zijn gaan ondernemen is omdat het
het heel concreet maakt. Je laat ook de waarde van een product zien. Hè? Je kan heel hard gaan roepen, dit moet in het schap. Maar op het moment dat je er een product van maakt wat een bepaalde waarde heeft, wat mensen graag willen hebben, dan laat je ook daadwerkelijk zien dat de waarde is. Ja, dan doe je die soep. En, ja, en bijvoorbeeld. Dat is gewoon een product geworden wat op heel veel plekken verkrijgbaar is. En, ja. Maar als je het hebt over het bedrijf, jullie business, wat zijn jullie, van de verschillende dingen, wat zijn jullie inkomstenstromen? Nou, dat is voornamelijk nog soep. Ja? Dus de soep die wij verkopen aan winkels, maar ook bijvoorbeeld aan foodservice locaties en cateraars en dergelijke. Dat is echt nog de grootste inkomsten. En als je naar de toekomst kijkt, is dit waar jullie op focussen? Of zie je, of wordt het speelgoed voor kinderen? Nee, ik denk uiteindelijk zal het dichtst, zullen de foodproducten altijd het belangrijkste zijn, omdat dat ook het product is waarmee je in de keten actief bent. Dus dat is ook daadwerkelijk waar je bij de teler voor komt. Dus dat zal altijd het belangrijkste zijn. Ja. En natuurlijk willen we dat dit nog populairder gaat worden, maar dat is wel de focus. Ja. En uiteindelijk hopen we ook gewoon projecten te kunnen doen in het schap. En dat je straks ook gewoon dit in het schap kunt... Welke weerstand... want ik kan me zo voorstellen dat... ik probeer me dit voor te stellen. Jullie gaan naar, weet ik veel, een kweker wat dan ook. Je vertelt dit verhaal. Die zal het ongetwijfeld eigenlijk met je eens zijn. Maar die zal zeggen, de markt vraagt hierom. Hoe overtuigen jullie... hoe krijg je mensen een stapje verder? Want je hebt de markt vraagt om dingen... En de kweker, zeg maar, die levert wat de markt vraagt. Waarom? Het is eigenlijk ook weer een kip-ei-probleem. Ja, klopt. Ik denk uiteindelijk ziet iedereen in de keten wel dat we dit eigenlijk gewoon in het schap zouden moeten leggen. Maar het systeem is zo geoptimaliseerd en uniform gemaakt. Hè. Er bestaat zelfs wetgeving voor groente en fruit, hoe het eruit moet zien. Oh, ja? We hebben het zo geoptimaliseerd, tenminste het is niet optimaal, maar zo zou je het kunnen noemen, dat het eigenlijk gewoon niet meer in het systeem past. En dan valt het er gewoon buiten. Dus je moet dan heel veel moeite gaan doen om het wel voor elkaar te krijgen. Terwijl het eigenlijk heel logisch is. Ja. En iedereen dat ook wel aanvoelt. Maar weet je, welke drempel moeten jullie over? Welke hobbels moeten jullie nemen om... Moet jullie de wet veranderen dan? Dat is daar zijn we ook mee bezig geweest. Dus we hebben vorig jaar in Den Haag ook echt die kwaliteitseisen op de politieke agenda gekregen. Daar is een motie uitgekomen, die is aangenomen in de Tweede Kamer. Dus daar gebeuren nu ook echt dingen. Dus dat is één. Maar ik denk wat het allerbelangrijkste is, dat is zorgen dat die consument uiteindelijk ernaar gaat vragen en de druk gaat opvoeren. Want dat is de grootste zorg van de supermarkt. Dat als ze dit soort producten in het schap leggen, dat niemand ze wil kopen. Ja. En ze willen niet bekend staan als de supermarkt die slechte kwaliteit verkoopt. Dus ik denk de consument die erom gaat vragen, en dat is wat je vorig jaar zag gebeuren. In 2018 hadden we natuurlijk een hele hete zomer. Er zijn heel veel producten toen verspeeld. Nou, de kleine pruimen van boer Kees, die kan iedereen zich nog wel herinneren, die 2 millimeter te klein waren. Daar is heel veel publieke verontwaardiging over ontstaan. En ik denk, dat is wel hetgeen wat je nodig hebt. Dat die consument gewoon gaat zeggen, we accepteren dit gewoon niet. En die teler moet het gewoon kunnen verkopen voor een eerlijke prijs. Ja. En ik wil het kopen. Maar dat is ook wel moeilijk, hè? Want op een heel ander terrein, we hebben het hier ook over heel andere onderwerpen, zoals privacy, et cetera. Ja. En iedereen zal, heel veel mensen vinden dat een heel belangrijk onderwerp. En tegelijkertijd... Niet iedereen, maar de meeste mensen blijven Facebook-gebruikers. Ja. En dat geldt hier ook voor. Weet je? Ik vind het een belangrijk onderwerp, maar is het belangrijk genoeg voor me? Ja. En die drempel moeten jullie, met het publiek natuurlijk, dat kunnen jullie niet in je eentje. Nee. Maar daar moet je overheen, dat is het moeilijke. Klopt, ja. En daarom proberen wij ook continu het onder de aandacht... Wij stonden bijvoorbeeld afgelopen zomer midden op de Dam met een container met 9 ton courgettes. Echt waar? Ja, waarom doen we dat? Omdat we gewoon... He, je kunt wel aan mensen vertellen, maar er wordt zoveel kilo per jaar verspeeld en dat kost zoveel geld. En denkt iedereen, jammer, het zal wel. Maar op het moment dat daar een container staat, zeggen mensen, wow, wat gaan jullie daarmee doen? Ja, weggooien. Weggeven. Die teler gaat straks terug naar de teler en die ploegt het onder. Dat doet hij namelijk iedere 3 dagen, zo'n container. Ja. Maar dat moet naar de voedselbank. En maar dit is dus de realiteit. Ja. Dus ik denk, de urgentie verhogen, dat is belangrijk. Voedselverspilling is een onzichtbaar probleem. Hè. Je ziet niet dat dit allemaal weggegooid wordt. Want het gebeurt achter gesloten deuren. Dus dat is ook gewoon belangrijk. Ja, dat is leuk. Want, en ik vind het leuk om te zien, je praat weer als een activist. Ja. En intussen heb je de afgelopen 5 jaar een bedrijf opgebouwd. Ja. Wat dit soort producten waar je het over hebt, verwerkt in soep. En dan krijg je te maken met de overheid, kwaliteitseisen, een supply chain, fabrikanten, verkoopprijzen, distributiekanalen, supermarktbeleid en protocollen en weet ik wat allemaal. Ja.
is totaal anders. Ja, klopt. Ik denk dat is ook het grootste dilemma van een sociaal ondernemer. Hoe ligt de balans tussen je missie, die vaak vrij activistisch is, en de dagelijkse commerciële operatie? En hoe zorg je dat je daar een goede balans in houdt? En dat je niet opgeslokt wordt door het een, waardoor het ander verdwijnt, of andersom. Hoe is dat jullie vergaan? Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om daar balans in te houden? Of hebben jullie de balans in te houden? Nou, ik denk dat de balans wel eens doorslaat naar de activistische kant. Dat is ook de reden dat we misschien nog geen geld verdienen. En dat we soms net iets te veel dingen doen. Nee, ik herkende heel erg de activist opeens in jou net. Ja. Toen je zo zat. Nee, dat klopt. Ja, dus je eigenlijk bezig zou moeten zijn met het distribueren van je soep. Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat het... wij hebben altijd van begin af aan... Wij hebben nooit zelf in pannen staan roeren. We hebben altijd gezegd... Oké, als we dit gaan doen, dan doen we het meteen... zodat je het kunt opschalen en dat wij daar zelf niet... Daar heb je andere... Ja, dus wij werken met een professionele partij... die gewoon soep op goede manier soep kan maken... volgens alle regeltjes. En, het zoeken van de juiste partners is daar heel belangrijk in. Jullie hebben het merk ontwikkeld... Wij sourcen de reststromen bij de telers. Wij maken daar afspraken over. Dus we zijn het hele proces betrokken. Maar wij maken niet daadwerkelijk die soep. Ja. Dus dat doet gewoon een fabriek die daar gewoon... Wat hun ding is. Ja. Dat is echt het allermoeilijkste. Ik denk, we hebben vorig jaar behoorlijk veel tijd gestopt in een campagne richting de politiek. Ja, daar verdien je natuurlijk geen geld mee. Nee, die container op de Dam, dat levert ook niks op. Nee, het levert ook niks op. Nee, ja. Maar uiteindelijk komt daardoor wel het onderwerp op de agenda en maak je er impact mee. Ja. Voel jij je verwant met een club als Tony Chocolonely, zeg maar? Ja, absoluut. Het is voor mij altijd een groot voorbeeld geweest. Ik denk, zij zijn een van de eerste geweest die echt hebben vanuit een missie, in Nederland tenminste, gewoon een merk hebben gecreëerd wat mensen willen. En dus voor mij is het altijd een grote inspiratiebron geweest. Dat is echt overal, hè. Tankstations is heel knap, hè. Want probeer maar op die plekken, met je reep terecht te komen. Klopt. Goed dat je hem erbij haalt, want wij waren in maart in Austin op Southwest, waar zij ook aanwezig waren, nogal nadrukkelijk en heel succesvol voor het Amerikaanse publiek. Ja. En wat ik fascinerend bij hun vind is dat die chocola is, weet je wel, echt een gevolg van hun doelstelling. Klopt. En niet... Weet je wel, wat wij natuurlijk ook heel vaak aan tafel hebben, want alle start-ups wordt tegenwoordig verteld dat ze natuurlijk ook purpose moeten hebben. Ja. En dan zitten ze te denken, ja, we hebben al een product, maar laten we er nog even een purpose bij bedenken. Maar jullie is het ook wel echt omgekeerd, hè? Klopt. Ja. En dat maakt het soms ook uitdagend, want als je probeert op heel veel vlakken dingen goed te doen in een markt die dat niet per se doet... Ja. Dan en maakt... daar ook niet primair in geïnteresseerd is. Want dat nee, is... helemaal niet. Daar gaat het natuurlijk vaak om. Zelfs helemaal niet. En dus dat maakt je concurrentie soms best wel ingewikkeld. Je opereert in een systeem wat eigenlijk nog niet past bij wat jij doet. Ja. Een voorbeeldje. Als je bij een grote supermarkt staat. Die hebben bijvoorbeeld 2 vaste mutatiemomenten per jaar. Waarin je soep zou mogen wisselen naar een andere. Oh ja? Maar ja, als er natuurlijk op een bepaald moment van een bepaalde groente geen reststroom is. Dan kun je gewoon feitelijk geen soep maken. Ja. Dus dat is gewoon een voorbeeldje van die systeem. Zijn zo geoptimaliseerd en daar moet je dan ook in ons geval op een of andere manier creatief mee omgaan. En dat is best wel een uitdaging. Ja. Maar is dat zo? Zijn er niet altijd reststromen? Nou, er zijn enorme hoeveelheden groenten, maar ze zijn er niet altijd op het moment dat jij ze misschien zou willen. Ja. Dat zou kunnen, want je hebt ook wij werken vooral met Nederlandse groenten, dus je hebt ook gewoon seizoenen. Ja. Courgettes groeien van juni tot september, dus in die periode kun je courgettesoep maken. Ja. Daar heb je wel mee te maken. Bij jullie dus voor een supermarkt is het niet zo dat je zou kunnen zeggen, de supermarkt voert 4 kromkommer soepen. Ja. Nee, maar bij hun gaat het echt over. Het product is de courgette soep. Ja, precies. En die moeten we. Ja. En dat kan maar op een bepaald moment per jaar wisselen. Maar wij werken inderdaad liever op de eerste manier. We leveren altijd 4 soepen. En welke dat zijn, dat vullen we in. Ja. Maar ja, dat past niet in het systeem eigenlijk. Nee. Ja, dat zou je toch wel... We hadden net voor de uitzending heel even over de landmarkt. Toevallig woon ik vlakbij een landmarkt in Schellingen. Nou, daar kan dat wel. Daar kan het wel. Ja. Want die hebben zich natuurlijk helemaal geprofileerd juist als het gaat over vers, dat ze met lokale partijen samenwerken. En dan gaat het ook over seizoen. Ja, dat klopt. Juist heel erg. Ja. Dus ze hebben niet altijd, weet ik veel, de mosselen zijn er ook nog niet. Nee. Nee, precies. Natuurlijk niet. Nee. Dus is ook niet altijd boerenkool. Nee. En ook niet altijd appels. Ja. Ja, dus dat zijn de nieuwere spelers in de markt. En die begrijpen dit soort onderwerpen vaak net wat beter.
Ja. Ja, even een vraag van Twitter, van Johan Schaap. Die vraag schaap waar jullie nu als bedrijf staan. Ja. En dan met name qua omzet, ontwikkeling en de planning. Ja, je zei al, we worden een beetje afgeleid door het activisme. Ja, ja. Maar wordt er gewoon geld verdiend? Je zei net een beetje van, nou, dat is nog... Nee, wij zitten nog een beetje rond het nulpunt, zeg maar. En wij staan eigenlijk nu op het punt dat we de eerste stappen zetten in groot retail. Dus dat je ons vaker echt in supermarkten gaat vinden. Tot nu toe hebben wij voornamelijk gefocust op de kleinere retail, maar ook bijvoorbeeld Picnic, de online supermarkt, Markt met een Q. Ook veel foodservice doen wij, dus cateraars en zo, hogescholen, ja, universiteiten. Ja, Picnic is ideaal voor jullie natuurlijk, want je kunt eigenlijk elke dag hun aanbod, hè, dat beweren ze ook dat ze dat kunnen doen. Ja. Ja. Ja, ik zie je zeggen dat het eigenlijk in de praktijk toch ingewikkelder is dan de belofte. Ja, ja, dat is denk ik wel zo. Ja. Maar ja, dus wij staan eigenlijk net op dat punt dat we richting groot retail gaan en die stap gaan zetten. Dus dat verandert het spel ook wel. Je moet gewoon uiteindelijk kunnen concurreren met andere partijen in de markt die dit soort producten maken. En dan 5 jaar lang een niet rendabel bedrijf runnen. Hoe doe je dat? Nou, we zijn er gelukkig tot in die 5 jaar redelijk in geslaagd geweest om met weinig kosten ons ding te kunnen doen. Marketingbudget hebben we eigenlijk bijna niet. Wij proberen echt alles te doen op basis van PR en free publicity. Dus we blijven redelijk goed rond het nulpunt. En wij zijn gestart in 2014 met de subsidie van Stichting Doen. Mm-hmm. En dat heeft ons op gang gebracht. We hebben ook een paar keer gecrowdfund. Dus crowdfunding is voor ons echt een belangrijke tool om ook onze community mee te krijgen. Dus ja, zo is het eigenlijk ons tot nu toe wel gelukt. Ja, want jullie hebben zelfs de community, toch? Ja, de community, ja. Maar vertel eens, welke rol speelt het publiek bij jullie? Ja, heel groot. Ik denk echt dat wij anders ook niet bestaan zouden hebben. Toen wij begonnen in 2014, toen zijn we begonnen met ons product, maar daarvoor waren we eigenlijk al 2 jaar ons verhaal aan het vertellen. Dus we hadden al best wel wat mensen in onze achterban die open stonden voor het verhaal. Dus wij zijn in 2014 gaan crowdfunden en dat ging eigenlijk ook best wel goed. En zo hebben we echt onze eerste productlijn gefinancierd. En wij betrekken die community ook bij alle stappen die wij maken. Dus als wij bijvoorbeeld een nieuwe receptuur soep ontwikkelen, dan nodigen we ook onze fans uit om die te komen proeven. He, dus wij hebben geen marktonderzoekbureau, maar wij hebben de community. Ja. Hetzelfde voor het speelgoed, wat we vorig jaar gelanceerd hebben, hebben we ook weer met een voorverkoop crowdfunding campagne gedaan. Dus zo proberen we ook echt die community daarvoor in te zetten. En ook op social media, zij verspreiden uiteindelijk onze boodschap. Ja. Mooi als het werkt tegelijkertijd. Jullie moeten er ook veel energie in stoppen, toch? Of gaat het jullie vanzelf? Nou, nee, het gaat verder van mezelf. Ja. Nee, ja, natuurlijk, het kost ongelooflijk veel energie. Ja. En ik denk, dat kun je alleen maar doen als je uiteindelijk gedreven bent door een bepaalde missie. Want anders dan, je kunt beter ergens anders gaan werken. Je kunt makkelijker je geld verdienen, zeg maar. Ja. Ja. En wij hebben hier, jullie zijn eigenlijk natuurlijk ondernemers puur sang. Want het doorzettingsvermogen en de drive om hier een rendabele business van te maken. Zodat je volgens mij je maatschappelijke doelen kunt blijven nastreven. Spat er wel vanaf. Maar wij doen ook heel veel met... Het is bijna altijd ook wel een combinatie met innovatie, digitale technologie. Ja. Je noemt net al crowdfunding. Ja. Onderzoeken jullie ook andere mogelijkheden om, zeg maar, digitaal je impact te vergroten? Nee, ik denk buiten onze community, hoe wij de community inzetten, nog niet echt. Ja. Nee. En die community, want dat is natuurlijk wel iets heel fascinerends. Ja. Je zei net, je gebruikt voor crowdfunding en als alternatief voor marktonderzoek, omdat je ze uitnodigt bij nieuwe producten. Ja. Het is heel ingewikkeld om een community te onderhouden, levend te houden, mensen erbij te betrekken. Hoe doen jullie dat? Ik merk wel dat het in de beginjaren makkelijker was, omdat toen social media ook nog veel beter ingezet kon worden om mensen te bereiken dan nu. Hè. Je moet nu gewoon gaan betalen. Dus het is voor ons nu wel een stuk ingewikkelder om mensen te bereiken. Maar wat wij merken op het moment dat je echt iets relevants hebt, bereik je uiteindelijk je mensen nog wel. Dan helpt social media je wel om het te verspreiden. Dus je moet gewoon, ik denk, op dagelijkse basis ben je vooral bezig met het onderhouden en zorgen dat je in contact blijft. En op momenten dat je echt iets te melden hebt, dan kom je er nog wel doorheen. Maar het is wel een stuk ingewikkelder dan in het begin. We hadden vorig jaar bijvoorbeeld een actie waarin wij zelf zaten met 10.000 soepen, die heel dicht tegen de THT-datum aanliepen. Mm-hmm. En we dachten, oh, wat gaan we daar nu mee doen? Want die gaan we nooit meer verkopen.
En toen hadden we een blog geschreven, hadden we op social media gezet. En wij dachten, nou, misschien is er een partij die wil wel een pallet afnemen. Nou, wat er eigenlijk gebeurde is dat consumenten massaal die soepen gingen kopen. Oh ja? En we waren er gewoon binnen 3 dagen waren we er van af. En dan denk ik weer, wow, die enorme kracht van die community, ja, die je dan gewoon wel echt kunt inzetten. Maar die je ook weer niet helemaal kan plannen. Weet je wat, die jullie ook nog verrast heeft. Ja, absoluut, ja, absoluut. Ja. Dus ik, ja, het is, maar goed, het wordt wel steeds ingewikkelder, dat merk ik wel. Ja. Ja. Wat is jullie, wat is de volgende de stap die jullie willen bereiken? Waar gaan jullie naartoe? Nou ja, mijn planning was om binnen 5 jaar ons opheffingsfeestje te kunnen vieren. Okay, dat is helaas nog niet gelukt. Dus ik denk. Ik zei ik al tegen jou, is de buitenbeentje is niet voldoende reden om je op te heffen. Maar dat was nog niet zo. Maar dat blijft wel je doel. Ja, nee, uiteindelijk wel. Ja, ik heb het idee wel dat we nu op een kantelpunt staan. Als je ziet wat er in de markt gebeurt. Onder andere door wat Albert Heijn doet. Daardoor zie je ook dat andere supermarkten nu wel iets moeten gaan doen. Dus ik denk, we staan nu wel echt op een kantelpunt. In 5 jaar moeten we het wel gewoon echt voor elkaar krijgen. Zie je het ook in andere sectoren. De bijvangst. Ja, klopt. De grote vis, de belangrijke vishandels. Dat soort dingen. Ja, ja, je ziet gewoon dat mensen zijn klaar met perfectie. Mensen zijn klaar met eenheidsworst. En willen weer dat natuurlijke. Dus de consument is er echt wel klaar voor. Ja. Alleen de grap is dus eigenlijk dat de sector gewoon... ja, die loopt er eigenlijk gewoon een beetje achteraan. Ja. Dus ja, wat mij betreft, over 5 jaar is het gewoon afgelopen. Daar ga ik echt voor. Ja, ik ben het nooit gestart om... een mooi doel. Om het over 50 jaar nog te doen, zeg maar. Ja, ja, maar, nee, maar ook niet de lol gezien van soep... Of een merk... Nee, kijk, ik zou het wel missen als het er niet meer is natuurlijk, want het is je kindje, het is wat je gecreëerd hebt. Maar ik heb het wel altijd gecreëerd met het doel om iets op te lossen. En dat is ook echt, ja, dat is ook waar ik voor ga, zeg maar. En dan ja, denk ik gelijk van, en als dat dan opgelost is, wat is, heb je al iets klaar liggen waar je dan je tanden... Welk probleem ga je dan mee? Waar wind jij je alweer over op? Nee. Of heb je nog geen ruimte in je hoofd? Nou, ja, er zijn eigenlijk best wel veel onderwerpen. Maar iets wat ik bijvoorbeeld ook echt bizar vind, wat heel veel mensen niet weten, is dat 1/3 van alle kleding ongedragen gewoon zo op weer weggaat. Ja. Vernietigd wordt. Niet eens in de kast beland. Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk net als met groente en fruit. Ja, ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Ik heb de laatste tijd veel gelezen over die hele retourindustrie van de e-commerce. En wat daar allemaal weggegooid wordt omdat het beschadigd is. Of weet ik veel, dat is ook schokkend. Klopt, ja. Ja, ja. Ja, er is nog genoeg te doen. Dus ja. Nee, ik had nog één slotvraag, maar dat is meer omdat het gewoon opviel. Toen ik op jullie website zat te kijken en jullie team, dan zie ik, dat zijn 80% vrouwen. Ja, dat klopt. Wij moeten echt heel veel moeite doen om een sollicitatie te krijgen van mannen. Ik weet niet wat het is. Misschien omdat wij ooit gestart zijn met 3 vrouwen, dat ons een... Beetje schrikt een beetje af. Ja, en ik denk sowieso wel in de food zijn het sowieso wel veel vrouwen die daar werken, minder mannen. Maar ja, ik weet het niet zo goed. Ik weet het niet zo goed. Nee, ja, we doen er echt heel erg ons best voor, maar... We zien er weer andersom je best in. Ja, inderdaad, we moeten andersom ons best. Ja, ja. Maar het is, het is geen positieve discriminatie. Okay. geen principe kwestie. Ja. Nee. Ja, ik vind het een fantastisch, mooi, idealistisch bedrijf dat jullie uit de grond gestampt hebben. Ja. Dankjewel. Ja, respect. Dankjewel. Ja. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier & Co. voor de biertjes. Jetstream voor de livestream. PQR voor de hosting van de website. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Volgende dinsdag zijn we er weer. Dag.